Hallo kijkers van Shine Sprites, ook maar een gloednieuwe aflevering van Super Mario zeggen. Metabolt, Metaby version tegen Rukushu version. Ja, maar we speelden toch Mario? Ik stuur iedere keer Mario op. Waar jij iedere keer die Metabots voet is vandaan haalt, dat weet ik niet, maar... Dat jat ik gewoon van andere... Nee, dat is leugens, voor anderen spelen het veel beter dan mij. Oké, dat is waar. En anderen weten ook precies van, ja, je moet geen Rukushu versies kiezen. Nee. Er zijn gewoon geen Rukushu footage, dat bestaat niet. Nee. Het is de eerste Rukushu footage op internet. Ja. Wat gewoon zo ongelooflijk moeilijk is, want iemand komt voorbij nee. De kat. Ja. Ja. Kijken. Zo. Nou, binnenkort beginnen ook langzaam zeker weer die nieuwe series, hè? Expeditie, Wie is de Mol? Klopt, ja. Hunted waarschijnlijk. Expeditie, ja, Wie is de Mol niet, dat duurt echt. Ja, dat duurt nog wel even, maar het is wel altijd de voorbode voor al de series. Van ja, het wordt weer winter. Ja, nieuwe tv-seizoen, hè? Mm-hmm. Begint in september. Ja. Oh. Er is één serie die ik nu wel kijk van deze periode. Normaal zal ik rond deze tijd naar beneden zijn gegaan om die serie te kijken. Maar het is zo vaak op, dat maakt niet uit. BNB vol liefde. Nou, ik kwam het net tegen toen ik op de wc zat. Dat schijnt dus echt een ding te zijn. Nou ja, als je ooit hele slechte televisie wil zien, raad ik dat heel erg aan. Oh, bij hele slechte televisie denk ik altijd aan Love Island en zo. Nou, het is een paar niveaus hoger, want die mensen zijn over het algemeen iets slimmer. Maar het is wel heel erg slecht. Okay. Het idee is, de mensen hebben een bed and breakfast opgericht, maar hebben nooit de ware of de liefde of mogelijk gescheiden, maar toen nooit meer de liefde gevonden in Nederland. Okay. Maar hadden toch de passie van, ja, ik wil graag toch een bed and breakfast beginnen. Nou, okay. Dat kan dan zijn in Frankrijk, Spanje, Portugal. Kom maar op. Voor mij was vorig jaar was het eerste seizoen. Ja. En... Nou, mensen vonden het geweldig. Want de bedoeling is een beetje hetzelfde idee als Boer zoekt vrouw. Ze maken een klein promotiefilmpje voor hunzelf. En dan, nou ja, selecteer ze een paar vrouwen of mannen. En die komen dan om de paar dagen komen die langs. Ja. Als ze goed bevallen, kunnen ze langer blijven. Bevallen ze niet goed, kunnen ze vaak al na één dag naar huis. Oké. Even voor het idee, dan komen ze van bijvoorbeeld Friesland en dan reizen ze helemaal af naar... Portugal. En dan mag je er één dag alweer naar huis. Wow. Superleuk programma. Nou. Vorig jaar had je letterlijk de heks van het oosten. Oké. Was een dame van onze leeftijd. Ja. Nou, daar had je geen koelkast of diefvries voor nodig, want alles bevriest al in haar aanwezigheid. Oké, what the fuck? Nou, het was zo'n trien die... Nou ja, de mannen komen, maar de mannen konden beter met elkaar vinden dan met haar. Ja, oké. Wat dus die zaten gewoon s'avonds gewoon op de PlayStation FIFA te spelen. Terwijl madame een wijntje zat te zuipen. Omdat, nou ja, ik heb tijd voor mezelf nodig. Oké, wat de fuck. Dus echt een ijskoningin. Wauw. Nou, dit jaar heb je iemand weer van onze leeftijd. Nou, helemaal niks mis mee. Wel een mentale inzinking toen hij nou een persoon had weggestuurd die al sinds de eerste dag bij hem was. En die heeft dan al een goede week gezeten, maar hij voelde toch niet de vlinders erbij. Nou, daar was twee afleveringen huilen, omdat hij haar weg moest sturen. Nee, als je iemand weg moet sturen, je moet ervan huilen en het moet van heel diep komen. Dan was er misschien toch meer. Dan was er inderdaad misschien wat meer. Maar voor de rest doet hij het helemaal goed. Hij neemt de dames op dates één voor één om ze beter te leren kennen. Nou, zoals het hoort lijkt me. Mm-hmm. Nou ja, dan heb je iemand van een man van 50 jaar die zijn BNB aan het opzetten is. Oké. Nou, die heeft drie dames al weggestuurd. De eerste dame is nog steeds gebleven. Nou ja, daar kan je gewoon merken als de andere dames niet zijn dan... een hond die... Of een kat die aan zijn huid ligt, is er niks bij, want er wordt aardig wat gebeft. Oké. Dat op RTL 4 kan, dat is heel knap. Oké.
Maar daar kan je gewoon merken van, oké, daar is een klik, dat is allemaal goed, dat werkt allemaal. Oké. Okay. Nou ja, heb je een andere wat oudere man. En deze kan je meteen raden hoe dit gaat. Zijn ex woont nog bij hem in huis. Oh, oké. Okay. Dus, wat is het probleem, Milan, daaraan? Die ex? Precies. Yo. Want hij kan niet echt op date gaan, want die ex is er gewoon nog iedere keer en... Die ex eet vaak ook mee, dus dat werkt niet. What the fuck is dit voor een programma? Het is een, ik zeg toch, slechte tv, heerlijk om naar te kijken. Omdat het gewoon zo slecht is. Even kijken, wat heb je nog meer? Dan heb je nog een Oostenrijker die, als je controlfreak in het woordenboek opzoekt, zou je haar waarschijnlijk niet vinden. Want zij probeert het ook iedere keer weer aan te passen, want ze is er niet mee eens hoe het er staat geschreven. Okay. Zo controlfreak is het. Oké. Okay. En ja, die heeft ook nog twee kinderen, dus helemaal top. Hoe vinden ze dat soort mensen? Oh, dat is niet zo heel moeilijk. Je zoekt gewoon op B&B. Single. Succes. En dan moet je maar gewoon kijken wat eruit komt. Net zoals met Boer zoekt vrouwen, dan pakken ze ook de personen. Nou ja, of zit een mooie kop achter, of zit een verhaal achter, of het is een probleemgeval. Yeah. Want mijn vader heeft ook al een paar keer tegen me gezegd, Jordi, we hoeven jou niet voor aan te melden, want het is geen leuk tv. Nee, dat klopt. Want bij mij is het gewoon heel erg functioneel van, klikt dit niet. Oké, prima, gaan we naar huis. Nee, ik ben daar veel te praktisch in, dus dat is geen leuke tv. Tenzij mensen het leuk vinden om naar mij te kijken die heel snel met vrouwenafhandelen bezig is. Er zijn mensen die dat leuk vinden. Wat er mis is met die mensen, dat weet ik ook niet. Nee. Maar zijn mensen. Even kijken, dan heb je nog een dame die gepensioneerd is. Ja. Nou ja, als die van nobele aard is, dan zou ik nog geloven ook. Okay. Die heeft haar kop zo ver haar aars in. Het is een circusattractie. Oké, okay. en hoe bedoel je dat dan? Oh ja, het is een beetje... Ja, ik vind vissen toch wel erg leuk. Maar ja, de man moet wel vissen. En de man moet er wel wat meer moeite voor doen. En ik verwacht wel een beetje ondernemend gedrag. Oké. Waarom ik nooit in cabaret ben gegaan met deze types, ik kan het niet heel erg lang volhouden. Inderdaad. Oh. Dat is een kwestie van oefenen. Ja, maar die tijd wil ik er niet aan besteden, want het is gewoon zonde van de tijd. Dus, daar had je één iemand gehad, dat was een... Wijze van spreken, het had jou of mijn opa kunnen zijn. Gewoon rustig, calm on, helemaal goed. Mm-hmm. Nou, nu heb je er eentje die letterlijk een kilometer van haar afwonen. Oké. Hoe dat werkt, ik heb ook geen idee. Maar ja, ook wel humor. Ja. Yeah. En de andere man is, de enige man die daar nog nu bij zit, is een beetje ja, ons soort mensen. Nou ja, dat zegt waarschijnlijk al genoeg als je zegt ons soort mensen. En wat is ons soort mensen? Ja, hoger opgeleid, wij hebben een goed verleden, goed opgebouwd, mensen. Ja. Maar die wil ik echt niet om me heen hebben. Nee, want die hebt er ook niks aan. Nee. Kijk, dan heb je nog een andere vrouw in Frankrijk. En nou ja, daar is op zich niks mis mee. Maar? Zij weet niet wat ze wil. Oké. Okay. En ze wil ook geen tijd besteden om uit te vogelen wat zij wil. Oké. Okay. Dus mensen die weten dat ze op zoek zijn, maar gewoon duidelijke taal kunnen spreken, daar weten ze niet hoe ze daar verder mee moet. Dus ja, nou, kan gebeuren. Zijn mensen die dat hebben, zijn mensen die het niet hebben. Nou. Ja. Dus in principe, je hebt twee normale mensen. Eentje die zo gek is als een deur, maar wel heel erg leuk is om naar te kijken. En de overige twee zijn gewoon probleemgevallen. Maar ja, weet je wat het mooiste is aan het hele programma? Het programma is iedere avond op van 9:30 tot 9:45. Okay. Door de weeks. Dus, dat is lang hoor. Het is ook lang. Ja. Daarentegen, het is wel de commerciële zender, dus iedere 10 minuten heb je een kwartier reclame. Oh ja. Never mind. Dus dat. Maar het is wel leuk, want zo'n programma werkt ook niet als het één keer in de week is.
Nee, precies. Maar ja, dat is dan zo'n zomervakantieprogramma waar letterlijk tijdens de bouwfactor op is. Heel leuk programma, laat ik het daar maar op zeggen. Dus als je je verveelt, gewoon opgooien. Je lacht je dood. Ja, ik heb ook al heel veel mensen ook al over gehoord. Ja, er was één geval, dat was in het vorige seizoen. En ik hoef het alleen maar uit te leggen en je begrijpt al, dat gaat niet werken. Ja. Was in het midden van de coronaperiode. Oh, alle vrouwen kwamen tegelijkertijd. Huh? Ja, ze konden niet weg. Hij kon ze niet wegsturen, want het was corona, dus... Oh. Alle vrouwen kwamen rond dezelfde periode, dus binnen een paar dagen van elkaar. Ja. En konden gewoon niet weg, omdat corona heerste. Dus laat ik gevangen in de BNB. Dus wat gebeurt als het 5 vrouwen is tegen 1 man? Dan winnen de vrouwen. Ja. En dan kan je ook niet gezellig op 1 date met elkaar, want corona. Dus je zit letterlijk met elkaar opgesloten. Ja. En ik hoef je waarschijnlijk ook niet te vertellen, die man heeft dus geen vrouw daarin gevonden. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen, ja. En dan niet per se om zijn doen voornamelijk, want daar was ook wel een paar dingen mis mee. Maar... Mm-hmm. Als jij niet met een persoon even 1-op-1 kan zitten of wat dan ook, dan is het al aardig moeilijk. Ja. En andere personen van dat seizoen waren aardig normaal op de koude heks na en de coronapatiënt na. Dus daar heb ik niet zo heel veel mee van het houden. Coronapatiënt ook? Ja, ik noem het coronapatiënt, maar hij was letterlijk het enige geval van het hele seizoen die problemen had met corona. Oh. De anderen hadden het niet, dus dat is op zich geinig. Dus ja. Het is, Ik had trouwens heel eventjes een voorbeeld van wat er gebeurt als je niet zeeft en je gaat dood. Dan mag je opnieuw. Ja, kut, sorry. Mm-hmm. Goed. Dus ja. Hier ging wat zo. Nou, het is een beetje hetzelfde als Boer Zoekt Vrouw. Ik vind Boer Zoekt Vrouw, vind ik nou weer zo... Achterhaald een beetje, of niet? Nee, ik noem het even het hunted probleem. Ja, we willen niet alles laten zien, dus wil je alles zien, dan moet je op tv kijken. Op internet kijken. Omdat ze waarschijnlijk dan die personen niet zo heel interessant zijn geweest, omdat er niet heel veel is gebeurd. Maar ja, je wil wel zien wat er gebeurt, want sommige dingen zijn gewoon leuk. Want heb jij het vorige seizoen van Hunted gekeken? Ik heb alle seizoen van Hunted gezien. En heb je ook gezien van die op zich jonge jongen die iedere keer op de fiets ging en het iedere keer voor elkaar kon krijgen om in een glamorous huisje te komen? Ja. Ja, dat zijn leuke dingen om te zien, maar sommige dingen zag je gewoon niet. Nee. Ja, daar heb ik alles van gezien. Daarvoor was er ook op een gegeven moment een koppel die helemaal alleen maar online te volgen was. Klopt, ja. En dat vind ik weer zo flauw van... Ik wil gewoon zien en ik wil niet op internet kijken. Want eenmaal als je op internet door bent, dan haalt het ook niet op. Nee. Want dan is het geen 1 uur meer. Dan is het gewoon 2 uur geworden omdat je alles van internet wil kijken. Ja. Ja, en die tijd wil ik er niet aan besteden. Want... Ik vind het wel een leuk programma. Ik denk, ik zou die tijd er nog wel aan besteden, denk ik. Ja, nou, ik vind het grootste probleem met Hunted, ze krijgt te veel macht na verloop van tijd. Ja, dat is waar. Want, mag ik de magie voor je verpesten of niet? Heb je dat niet al een keer gedaan, of niet? Oh, ik verpest genoeg dingen aan jou. Na verloop van tijd kan ik niet meer bijhouden. Nee. Wat wil je zeggen? Je moet een keer opletten op de kleren die ze aan hebben. Ja, dat heb je gezegd, maar... Die opmerking die hebben ze al een keertje ontkracht, zeg maar. Tenminste, dat is vooral van die ene gast die altijd de witte blouse aan heeft. Ja. Maar die zegt van, ik heb gewoon altijd een witte blouse aan. Ja, dat is lekker makkelijk. Ja, want de anderen die hebben wel allemaal andere kleding aan. Ik zie dat ook wel eens aan sieraden die ze dragen en zo. Die gast die heeft gewoon een hele rek met witte blouses, zeg maar. Je had op een gegeven moment een stukje, dat is After the Hunt, zeg maar, was dat. En daar gingen ze daar ook op in, zeg maar. Mm-hmm. Ik vond het op zich wel een geinig stuk, maar toen ik dat eenmaal hoorde van, dacht ik van... Ja, oké. Okay. Maar ja... volgens mij had ik met Let's Go met jou over gehad van dat laatste seizoen, dat gewoon een grote mislukking was vanwege die truck met hetzelfde kenteken. Ja, die dames hadden het zo goed gedaan en dan eigenlijk door de productiefout, zeg maar, of fout, door hoe het geproduceerd wordt, zijn hun genaaid, zeg maar. Ja, dat is niks. Ik moet wel toegeven, ik vond Hunted Into the Wild leuker dan ik had verwacht.
Ja, maar het haalt het echt niet bij het gewone hunt. Nee, klopt, klopt. Want dit... Ik vond het ook leuk hoor, maar het haalt het echt nee, niet bij. Nee, want uiteindelijk heb je maar een gebied van nou ja, een paar vierkante kilometer. Nou, ja, tuurlijk. En dan moet je maar gaan zoeken. Ik vind het wel leuk dat ook de hunters dan zeg maar problemen hebben met bereik en zo. Ja, ik vind alleen niet leuk dat ze auto's mogen gebruiken. Nee. Wat wel logisch is, want anders is het denk ik als hunter nooit te doen, denk ik. Die hunters hebben het al veel te makkelijk. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat het ook daardoor wel... Kijk, weet je, jij zegt van ze hebben zo te veel macht, zeg maar. Maar ik denk wel dat het anders heel snel saai wordt, omdat ik denk dat het dan helemaal niet zo heel moeilijk is om onder de radar van de baan te blijven. Nee, in dat opzicht pak ik altijd het oude voorbeeld bij van seizoen 1. Een persoon die gewoon op zolder sliep voor 2 weken en later gewoon de helikopter had gebeld. Ja, maar hij was wel elke keer een ander huis. Hè? Nee, klopt. Mag niet langer dan... Ja. Nou, dat niet langer, dat bestond nog niet, hè? Dat was 3 dagen, 4 dagen steeds, en ze verkorten wel steeds meer de tijd. Oké. Dus eerst was maar in ieder geval, die gast, die zat zelf bij de... Bij leger. Manmacht? Ja, leger. Oh, ja. Leger, manmacht. Maar hij had de connecties, ja. Ja. Dus hij belde inderdaad die helikopter en dat vond ik wel een stunt. Mm-hmm. Nee, precies. En soms heb je van die mensen die het heel goed doen, soms heb je echt van die mensen waarvan je vraagt van... Heb je überhaupt nagedacht toen je mee ging doen? Ja, die zegt van, ja, we hebben zoveel seizoenen gekeken, letterlijk worden gepakt binnen de eerste dag. Ja. Ik blijf nog steeds mooi vinden die 2 dames met zo'n busje. Dat is letterlijk... Ja, ja, daar moest ik net ook aan denken. Als ze tegen het raad zouden vallen van, oh, hey, dat zijn de hunters. Oeps. Oh ja, daar moest ik ook aan denken, ja. In zo'n wit busje inderdaad. Ja. En dan... Maar ja, de meest wijze lessen daaruit zijn tip 1. Neem een fiets of plaats een paar fietsen door land heen bij een station. Tip 2. Stations en treinen zijn gewoon mogelijk. Ja, ze kunnen je traceren. Nee, ze kunnen niet makkelijk traceren waar je naartoe gaat. Mm-hmm. Want als ik zou zeggen van ik neem de trein van Enschede naar... Nou ja, wat is een mooie Amsterdam. Mm-hmm. Nou ja, dan moet jij maar uitvogelen. Waar stap ik uit? Ja, gewoon niet uitchecken dan. Kan ook. Dus dat, nou, tip 3. Ga nooit met jouw eerste persoon waar je instapt naar het huis toe. Ga altijd eens wisselen bij een snelweg of een autoweg. Ja. Of regel dat die persoon... Ik wil een keer hunt met jou doen. Dat lijkt me fucking grappig. Ik weet nou al dat jij erover na hebt gedacht. Ja, maar ik ben op zich ook zo'n klootzak die de hunters gaat uitdagen. Dat weet ik ook van mezelf. Ja. Alleen ik zou dan spreken we af dat we dat niet doen. Ik zou alleen wel zo leuk zijn om gewoon bij iedere persoon bij wie ik ben geweest gewoon een taart achter te laten van hey jongens, goed bezig. Ja. Ik zou niet zo dom zijn om bij de hunters zelf een taart achter te laten. Dat zou ik weer niet doen. Nee. Ik vind hunted vips ook altijd wel leuk, maar dat ligt er echt heel erg aan wie er meedoen. Want bijvoorbeeld die Daniel Boissefer met zijn zoon, dat was fucking dom. Nee, klopt. Daar zat ik zo van, oké jongens. En weet je wat het grappige daaraan was? Ze wouden niet dat er in aflevering 1 al iemand gepakt werd. Daarom hadden ze dat echt helemaal uitgestretched. Ja. Want anders waren hun echt gewoon zo al binnen 10 minuten in een aflevering eigenlijk al gewoon weg. Ja, maar ik was ook van mening van dat... Ik vond het startpunt ook niet goed. Nee, ik ook niet. Ben ik het mee eens. En ook... Je had op een gegeven moment ook zo'n seizoen, dat was wel bij onbekenden, dat ze meteen een kijkje kregen in die loods waar ze in zaten ofzo. Of in de... Ja, ik dacht van ja, maar dat is toch niet eerlijk, dan weten ze meteen waar ze moeten beginnen. Mm-hmm. Kijk, en als het nou nog inderdaad op een industrieterrein is wat niet per se bekend is, dan moeten ze nog moeite doen. Maar als je hem inderdaad gewoon midden in Amsterdam, zeg maar, doet, ja, dan herkent iedereen dat. Op hoeveel camera's wil je komen te staan? Ja. Nee, en ik ben steeds van mening met seizoen 1 en seizoen 2 als het beste. Gaan we vanuit huis weg. Ja, dat je gewoon vanuit huis weg moet van, oké, 9 uur moet je huis vertrekken. Succes!
Ja, precies. En dan kan je zeggen van oké, maar vanuit een centraal punt is het beter. Ja, maar dan kun je ook meteen weten wie wat is en wat dan ook. Ja. En dan heb je meteen één collectiepunt voor iedereen. Ja, precies. Als het vanuit het huis is en bij spreken, ik ga met jou mee. Dan moet ze eerst hier in Wieden checken en dan bij jou in Den Dungen eerst checken. Ja. Nou ja, even voor mensen die geen topografie kennen. Dat is een goede 3,5 uur reizen. Ja. Dus ja. Dat is een flink stukje. Dus, moeten we ons opgeven of... Ja, misschien. Ik heb ook mijn vader... Ik heb mijn vader ook een keer beloofd dat ik met hem het een keer zou doen, maar... Daar is het ook hetzelfde argument van. Mensen gaan ons niet leuk vinden, want wij doen niks. Nou, die teams moet je ook hebben. In seizoen 1 was dat volgens mij, zat er ook een team. Dat was vader en zoon, maar die kenden elkaar niet. Of pas net, zeg maar. Ja, dat was... Dat was ook zoiets raars. Was niet Hunted in the Wild, was ook hetzelfde. Van wilde vader en zoon dichter bij elkaar komen. Ja, dat waren die donkere man met zijn zoon. Alleen, die kenden elkaar wel al beter. Zeg maar. Ze hadden niet zo'n goede band, maar die kenden elkaar wel. Alleen, die in seizoen 1 van gewoon, zeg maar, zonder de Into the Wild... was gewoon die zoon en die vader die kenden elkaar echt pas een paar maanden. Ja, die vader was ooit weggegaan bij die moeder, zeg maar. En die zoon had hem pas later gevonden. Ik zou zeggen, een potje Mario Party geeft dan meer inzicht in de relatie, maar dat ben ik. Ja. Maar ja, het is wel goede tv, maar ik ben wel van mening dat ze moeten wel... sommige dingen iets leuker maken met Hunted, want ik begin sommige uitdagingen van oké, Milan, na 7 dagen moet jij naar Sander toe voor het eerste bericht. Ja. Wanneer je bij Sander bent geweest, 7 dagen later moet je weer naar Sander toe voor weer een bericht. Ja. En op de laatste dag moet jij inloggen op deze URL met alle informatie en dan kan jij het extractiepunt vinden. Ja. Gewoon nee. Nou, weet je, ze moeten het maken dat als een team gepakt wordt, dat daar niet een ander team de dupe van kan zijn. Ja, maar dat is de hele gimmick. Als één team genaaid is, zijn alle teams al genaaid. Ja. Wat ik dan weer leuk aan een van de VIP-seizoenen vond, dat was die met Calvijn. Ja. Dat ze echt op een specifiek punt informatie moesten halen. Dat iedereen naar dat punt moest. Ja, het punt van Utrecht. Ja, daar waar Nina ook gepakt werd, zeg maar. Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. Alleen ja, dan is ook weer het probleem. Dan is er weer één team, zeg maar, die gepakt is. En nu weten de Hunters dat ze daar moeten zijn. Nee, precies. Dan vind ik het misschien beter om... En dat ze dan nog steeds niet helemaal gedaan, snap ik niet. Om gewoon even 2 of 3 extractiepunten neer te zetten. Ja. Want... ik vind dat die hunterteams ook steeds groter worden. Ja, dat klopt. Want voorheen waren het volgens mij maar 2 auto's. En nu hebben ze soms al 3 auto's, 4 auto's. Ja, 3 gewone auto's. En team 4 is dan meestal zijn dan mensen uit die normaal in het HQ zitten, zeg maar. Ja. Lijkt me niet echt eerlijk, want dan heb je 8 mensen rondlopen. Ja. Ja, en dan vind ik... de Mini Cooper, Mini Cooper ontsnap ik voor nog steeds dan de beste qua eerlijkheid. Dat ze zo'n Mini Cooper tour hadden en volgen maar uit in welke Mini Cooper ze zaten qua inderdaad. Yeah. Dat is dan de enige waarvan ik dacht van oké, dan maakt het niet uit hoeveel mensen je hebt. Was dat jonge sterretje dat toen won? Ja. Maar ja, daar vond ik ook weer zo gemeen van dan krijgen ze een beeld dat er een Mini Cooper tentoonstelling is. En die hint was er nooit. Nee. En dat vind ik vaak wel het probleem van... Ja. Die informatie heb je niet. Nee. Maar ja, dat heb ik wel vaker met Hunted gehad van... die informatie heb je niet. Productie, geef ze dan gewoon die informatie. Nee. Ja, dat is wel jammer, ja. Probeer dat soort dingen altijd niet helemaal... gewoon een beetje niet op te letten, zeg maar. Ja, een beetje... doorheen kijken, maar... Ja. Met sommige dingen is het wel erg overduidelijk. En dan zeg ik zo van, oké, hier kan ik niet doorheen kijken. Nee. Dit is gewoon één... dit is één grote rommelbende. Maar ik denk...
dat ik dan nog één onderwerp heb voor de volgende aflevering. Als we toch mooi in de tv-series blijven. Oh, ik ook. Dus misschien is het wel hetzelfde, maar daar hebben we dan de volgende aflevering over. Dan wil ik eigenlijk deze aflevering beëindigen. Ja, daarom zei ik het ook. Dat dacht ik al. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.